Een econoom zal natuurlijk zijn kokervisie willen verdedigen. En die heeft al heel veel andere sociale wetenschappers verslagen door zijn wiskunde en zijn statistiek. Het moet van de burgers komen om daar tegenwicht te geven, om die economen hun plaats te wijzen. Want interessant wat jullie opmerken, zit natuurlijk wat in binnen dat economische kader beschouwd, maar het gaat bij al die problemen om veel meer dan alleen het economisch aspect. Goed dat we jullie gehoord hebben, maar nu gaan we zelf nadenken. Economen hebben een blinde vlek voor de maatschappelijke implicaties van marktwerking. We zijn allemaal opgegroeid met neoclassieke theorie. De perfecte markt is dan het ideaal. Daarmee kan de consument zijn welvaart maximaliseren. En daarachter zit de veronderstelling dat die consument autonoom en soeverein is. Zijn preferenties zijn exogeen. Die theorie is hopeloos onrealistisch. In de wereld wordt jaarlijks meer dan 500 miljard uitgegeven, alleen al aan reclame. Totale uitgaven aan marketing liggen nog beduidend hoger. Dat geld wordt allemaal besteed aan het manipuleren van onze preferenties. We zijn dus helemaal niet soeverein. In zekere zin is de aanbodzijde soeverein, omdat die ons manipuleert. We maximaliseren dus ook niet onze welvaart. Misschien maximaliseren we de productie van de aanbodzijde. Onze economische theorie is dus onrealistisch, te onrealistisch. En ik denk dat er vernieuwing moet plaatsvinden waar ook plaats is voor endogeniteit van preferenties. En ik geef daartoe een eerste aanzet in mijn boek. Maar in de praktijk is het nog erger. We hebben nu decennia achter de rug waarin de marktwerking steeds verder is opgedrongen in de samenleving. Dat betekent dat de waarde van de markt, eigenbelang, concurrentie, het recht van de sterkste, ook steeds meer in de samenleving doordringen. Dus in plaats van publiek belang, dat verdwijnt naar de achtergrond, komt het eigenbelang meer op de voorgrond. De concurrentie komt op de voorgrond en de solidariteit verdwijnt meer naar de achtergrond. Het recht van de sterkste komt naar voren. Waardigheid en respect zullen daardoor meer naar de achtergrond raken. En dat is wat we ook zien. Wat Nederlanders als het grootste maatschappelijk probleem beschouwen, dat is juist dat onze samenleving verhardt. Meer ik-cultuur, meer hufterigheid. Economen hebben daar een blinde vlek voor. Die kijken door een economische koker en die kijken vooral naar efficiëntie van de markt. Daarom moeten we economen bij de vormgeving van onze samenleving minder serieus gaan nemen. Is er dan verder nog wat aan te doen of zijn we allemaal verslaafd door die manipulatie aan deze ontwikkeling? Komen we er nog wel uit? Ik ben tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk maar één eerste stap gezet kan worden. En dat is dat we die commerciële manipulatie, die ons allemaal uiteindelijk hufteriger maakt, die commerciële manipulatie, die moeten we proberen te neutraliseren. Mijn voorstel is dat er andere reclame kan worden gemaakt voor waarden die concurreren met het consumentisme. Het consumentisme wordt door de commerciële reclame aangevuurd. We moeten andere reclame hebben voor waarden die daarmee concurreren. Dan worden wij niet meer eenzijdig gemanipuleerd, maar dan worden we meerzijdig gemanipuleerd. En als we meerzijdig worden gemanipuleerd, dan kunnen wij onze consumentensoevereiniteit weer herwinnen. En dan wordt de welvaart dus hoger. En dan zal de samenleving ook menselijker kunnen worden. Dan krijgen we een economie die niet onze samenleving verslechtert, maar die onze samenleving weer kan verbeteren.